bij de Gamefonds krijgen wij af en toe uitnodigingen van festivals bijvoorbeeld, zoals het Unheard Festival, om wat meer rugbaarheid te geven aan het bestaan van het Gamefonds en om kort iets te vertellen daarover. Mijn achtergrond zelf is filmmaker van computergegenereerde films. En die zijn eigenlijk in principe altijd abstract. En mijn achtergrond komt eigenlijk uit het idee van visual music. En visual music, dat is een stroom van abstracte films eigenlijk die eigenlijk al begon, zeg maar, net zo'n beetje bij het ontstaan van de filmgeschiedenis zelf. Ik vind het jammer dat ik dan 22 minuten heb, want ik kan dit soort werk altijd echt uren kijken. Het is een fragment van 8 minuten ongeveer. En nou, hier zie je eigenlijk wel een soort van essentie van visual music in. Dus hier zijn eigenlijk beeld en geluid gelijkgeschakeld. Er is bijvoorbeeld niet een onderscheid te maken van het beeld leidt het geluid of het geluid leidt, zeg maar, het beeld. Zoals... Killzone is een first-person shooter. Voor degenen die dat niet kennen, dat is een shooter die je vanuit de eerste persoon speelt, eigenlijk zoals het, de titel al zegt. Ik werk als in-house sound designer en dat betekent dat je onderdeel bent van het productieteam. Je hebt ook sound designers die werken buiten het productieteam zelf, maar dat is een heel andere rol. Nou, uiteindelijk kwam er dan een opdracht naar ons toe uit om Killzone 3 te gaan maken. En toen zijn we met allerlei multidisciplinaire teams bij elkaar gezeten en bedenken van wat zijn nou leuke nieuwe ideeën voor dit spel. Een tool die wij dan gebruiken, die door binnen de Sony Studios gebruikt wordt, en dat is Scream. Daar zie je hier een voorbeeld van. Dit is een weapon bank, zoals dat dan heet. Dit is de M82 Assault Rifle van het spel. En bovenin staan de sounds die getriggerd kunnen worden door de game. En daaronder staan de wavefiles, de wave assets van de gun. En daaronder zie je wat parameters van weer een grain die hier rechts staat. En hier rechts, daar zie je de grains, dat is het script. Nou, en, je gaat, zo'n sound wordt getriggerd en die gaat daarna kijken wat voor andere game parameters beïnvloeden mij. Bijvoorbeeld, sta ik binnen, sta ik buiten, wat voor galm is er. En al die dingen bepalen dan hoe die klank uiteindelijk is. Moet er een distortion over in dit geval, moet er een beetje EQ op in dit geval. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat de gun anders klinkt als die in de derde persoon getriggerd wordt of als die in de eerste persoon getriggerd wordt. Dat is onze audio director, Mario Levin. We staan hem eventjes te poseren. Daar rechts is een beroemde sound designer, Charles Mains. Maar hier zie je dus een stukje geometrie, dat zwarte, dat is een beetje de level geometrie. En je ziet de blauwe doos, dat is een sound trigger. In dit geval is dat de hoofd sound trigger, die bepaalt globaal hoe de game klinkt. En daarbinnen zie je nog allemaal andere blokjes en die zitten voor gebouwen bijvoorbeeld in het spel. Dat ik voor de mensen die geïnteresseerd zijn in game audio nog even iets aanstippen. Dat is een podcast die ik zelf dan onderhoud. De Game Audio Podcast. En je hebt ook nog een heel erg goed forum, daar ben ik verder niet bij betrokken. Het klinkt voor bijna hetzelfde, het Game Audio Forum. En een van de belangrijke organisaties voor Game Audio is audiogame.org. Laten we kijken en luisteren naar het derde fragment. Wat hebben jullie gehoord? Oh, lekker.
kan er van alles gebeuren. Muziek zeggen we piano. Dit was piano muziek, dat is ook jullie handen. Piano. Zijn jullie overleg of gewoon een biertje aan het drinken? Howard the Duck, nou, grappig. Nee, die is er, was er niet. Breakfast at Tiffany's, goed. Vier. Ja! Winnaars van de Soundtrackers 2011 zijn geworden Pain Don't Hurt.